Vandaag zijn we voor het programma Zaan 22 in Assen-Delft en praten we met Harry van der Laan van de Partij voor Ouderen en Veiligheid. Harry, goedemiddag. Hallo. Waarom zijn we hier? Ja, waarom zijn we hier? Dit is Assen-Delft. Ik ben daar geboren, behoorlijke tijd terug al. En ik heb hier tot in Assen-Delft tot mijn 30ste gewoond. En ik vind dit een mooie plek, omdat dit een idee is om hier een festivalterrein van te maken. En dat er in de noorden van Zaanstad ook wat meer actie komt. Het meer gaat bruisen. En als Assen-Delfter is er geen mooiere plek in de noord dan om dat in Assen-Delft te doen. Is natuurlijk de kermis van Assen-Delft met vandaag een soort tweede kermis worden dan? Ja, het zou een kermisterrein kunnen worden. Ja. Het hoeft niet altijd op de plek waar het nu is. Ik heb daar ook aardig wat meters liggen. En dan niet alleen in wandelen, maar ook in bier. En dit zou natuurlijk een fantastische locatie kunnen zijn. Oké, jullie zijn er als partij ook mee bezig, neem ik aan, om dat voor elkaar te krijgen? Ja, daar zijn we mee bezig. We hopen dat het weer lukken. Als het aan ons ligt, gaat het de volgende periode ook gewoon door. Nu is het terrein wat in gebruik is gegeven aan bewoners. Het is een groen waterrijk. En in die overeenkomst zitten ook Babbels Live. Ja, dat is natuurlijk te gek. Dat moet je hier houden. Het is een festival wat ontstaan is in het noorden van Zaanstad. Eigenlijk in Krommenie, in het Agatenpark. Ja, dat moet gewoon hier blijven. Dat kan niet naar de zuidkant van Zaanstad. Dat kan niet. Ik hoor een gepassioneerde Assen-Delfter. Hoe kom je dan in de politiek terecht? Ja, die combinatie is niet meteen zo logisch. Hè? Dat was eigenlijk meer een geintje. Ik woonde in Zaandam. Ik ben na Assen-Delft naar Zaandam verhuisd. En toen ben ik gevraagd door Tom Brekelmans om in de politiek te gaan. Tom Brekelmans is mijn collega in de partij waar we het samen mee hebben opgericht. En ik zou eigenlijk bij het wijkoverleg, wijkbeheer, dat bestond toen nog 12 jaar terug, bestonden er nog wijkbeheren, wijkoverleggen, kregen allemaal nog geld. Een soort buffer tussen de politiek en de burgers. Die kregen dan geld voor leefbaarheidsdingen en weet ik het allemaal. En daar hadden een eigen bestuur. En daar zou ik voorzitter worden. En toen zei Ton, wil je niet in de politiek? Toen dacht ik, nou, dat lukt toch niet. Toen hebben we het geprobeerd, toen kregen we één zetel. Toen dacht ik, ja, als je A zegt, dan moet je B zeggen ook. Vanaf dat moment is het gaan rollen. Ben ik het ook leuk gaan vinden. Waarom dan specifiek de POV en niet een landelijke partij? Of waarom echt specifiek de POV? Nou, ik denk dat ook een beetje komt door de ontevredenheid die er is bij mensen over de landelijke politiek. Je ziet ook dat de landelijke politiek zich eigenlijk heel erg bemoeit met wat er lokaal gebeurt. En ik had altijd best wel veel commentaar wat er gebeurde over de politiek. Ik vond ze niet betrokken, stonden veel te veel op afstand en dat bleek ook wel. En voor ouderen werd er niet heel veel gedaan. En ook de veiligheid liep in die periode behoorlijk achteruit. Op dat moment waren er veel. De junks die nu in het Veldpark zitten, zaten toen op het Steve Biko-plein. En dan moet je een naam bedenken. En Partij voor Ouderen en Veiligheid is dan een goede combinatie. Zijn jullie ook gelieerd aan de partij in Wormeland? Die heet ook POV, tegenwoordig samen met Liberaal Wormeland. Maar komt het uit dezelfde hoek? Ja, dat is de zusterpartij, maar dan aan de andere kant van de Zaanbrug. Het heikele item van de afgelopen jaren. Ja, ook wel, ja. Die jongens die zijn in 2018, hebben ze ons benaderd, eigenlijk 2017, van joh, wat jullie in Zaanstad doen vinden wij wel te gek, want dat willen wij ook hier. Er was maar één lokale partij en dat was Liberaal Wormeland van Ronald. En voor de rest allemaal landelijke partijen. Dus ja, dan moet er toch een lokaal sausje komen. Wij zeggen altijd, wij staan met onze poten in de klei. En wij komen overal. Dus we waren wel blij dat het gebeurde. En toen ook nog twee zetels. De grootste winnaar van de verkiezingen daar. Niet slecht. Ja, je haalt het al aan, verkiezingen. Maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Wat wordt jullie speerpunt? Ja, ons speerpunt wordt in elk geval zorgen dat het huishoudboekje op orde komt. Want dat is echt een drama. Als je kijkt naar de begroting die we hebben, het geld wat we mogen uitgeven ten opzichte van de schuldenlast die we nu hebben. We hebben nu ook een, zoals het heet,
budgetneutrale begroting. Ja, daar kan je niet zoveel mee. Dat betekent dat je ook niet kan investeren. We hebben een achterstand in de openbare ruimte. De onderhoud, de openbare ruimte van meer dan 40 miljoen. Ja, dan moet je op een gegeven moment wel wat gaan doen. Mensen willen ook fijn leven, willen fijn oud worden hier. En als je rondom in de stad kijkt, zie je dat het in de openbare ruimte gewoon slecht is. Lantaarnpalen die het niet doen, lampen kapot zijn. Je ziet dat er heel veel plekken zijn waar mensen zich niet prettig voelen. Het onkruid wordt niet meer gedaan. Zometeen gaan we niet meer het groen elke keer ophalen in de zomer. Dat zijn de belangrijke dingen waar je in moet investeren, wil je een leefbare stad hebben. Dus ja, je moet wel een goede buitenruimte hebben, wil je hier ook goed oud kunnen worden. Wat zijn jullie plannen daarvoor? Ja, onze plannen zijn om meer daarin te investeren en minder te investeren in bijvoorbeeld subsidies die niet gecontroleerd worden. Dat is een heel belangrijke zaak. Veel subsidies worden uitgegeven, maar we weten niet of het geld wel komt op de plaatsen waar we het willen of wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld. Die controle zou gewoon veel beter kunnen. Hij moet kijken waar geven we nu wel en geen geld uit. Op het moment loopt het met kruiwagens de achterdeur uit. Oké. Nog een ander speerpunt? Of is dit echt het punt, maar jullie tweede belangrijke punt? Het verbod op messen onder de jeugd is een hele belangrijke. Maar als je op veiligheidsgebied kijkt, dat er gewoon veel meer ingezet moet worden op zichtbaarheid van bijvoorbeeld handhaving. Uitbreiding van de stad, zei je net, even te loop. Ze willen naar 200.000 inwoners. Hoe staan jullie daarin? Nou ja, op zich is dat een streven waarvan je... Ja, je kan, of je kan er heel erg voor zijn. Wij denken dat het best zou moeten kunnen. Of je bent er gewoon heel erg op tegen. Want ja, als je nu kijkt, Zaanstad zoals het er nu bij ligt, hoe vol wil je het nog maken? Dus hoe ver wil je nog verder gaan met bouwen in een binnenstad? Als je in de binnenstad kijkt met alles wat daar vereist, betekent dat er heel veel groen verdwijnt. Dat betekent dat je leefbaarheid ook verdwijnt, dat het niet meer prettig is om er te wonen. Je ziet nu dat in wijken al geen parkeerplaatsen meer gemaakt moeten kunnen worden, omdat daar ja, woningen moeten komen. Maar mensen willen toch naar hun werk, ze moeten toch vervoer hebben. Ja, dus op een gegeven moment zit er denk ik toch wel ergens een grens aan je uitbreiding. Of je moet echt gaan kijken naar die randen van het groen. Maar ja, dat ligt in Zaanstad altijd heel gevoelig. Gemeentelijk herindelingen, speelt dat nog? Ja, die speelt wel en de provincie gaat zich ermee bemoeien. Wij hebben het standpunt dat de commissaris van de Koning gewoon zijn tijd veel beter kan gebruiken. Bemoei je daar nou niet mee. Dat kunnen gemeentes echt heel goed zelf bedenken als ze dat willen. Als het echt noodzakelijk is, kunnen ze er goed onderling zelf wel uitkomen. We hadden het al even over de verkiezingen, maart 2022. Hoe hebben jullie dat georganiseerd als lokale partij? Is dat lastiger dan een landelijke partij? Hoe krijg je kandidaten, fondsen, campagne? Ja, fondsen, campagne, die bestaan niet voor lokale partijen. Want fondsen die worden wel uitgegeven. Er is een wet financiering politieke partijen. Die is alleen voor de grote landelijke partijen. Die krijgen geld per elk lid wat ze hebben. Dan moet je nog weer een minimaal aantal leden hebben volgens mij. Maar dat geldt niet voor lokale politieke partijen. En dat is best wel vreemd. Want 33% van de gemeenteraadszetels in Nederland wordt ingenomen door lokale partijen. Maar financieren, dat doen ze niet. Dus bij ons, in onze partij, dragen wij elke maand een deel van onze raadsvergoeding af aan de partijkas om te kunnen sparen. Want ja, als je een beetje campagne wil voeren, heb je daar wel wat geld voor nodig. Dat is niet, dat kan je niet met 1.000 euro, dat lukt niet. Hoe vinden jullie kandidaten? Ja, lastig. Het is zo voor iedereen, denk ik, lastig. Niet iedereen wil in de politiek. En als je ook kijkt, de politiek in de gemeenteraad van Zaanstad, de onderlinge verhoudingen zijn op zijn minst verzuurd, slecht. Het is niet zo dat het heel gezellig is in die gemeenteraad. En dat hoor je nu dat mensen ermee stoppen ook, van ja, de manier waarop er omgegaan wordt met partijen. Ja, dat vinden ze geen prettige zaak. Dus vind dan maar eens iemand die het leuk vindt om daar in die raadzaal veel tijd te steken. Want ja, raadslid zijn kost gewoon veel tijd. Je bent er ongeveer een 30 uur per week wel mee bezig, als het niet meer is. Meerdere vergaderingen, vooral in de stad zoals wij hebben. Dinsdags en donderdagsavonds vergaderen. Ja, dat is lastig. En mensen vinden het ook moeilijk om daar tijd voor vrij te maken. Mensen hebben ook gewoon een baan. Duidelijk. Even voor de mensen die niet zo de politiek volgen in Zaanstad. Op welke plek in het spectrum moeten we jullie als POV plaatsen?
Ja, die is altijd wat ingewikkeld. Hè. We worden erg rechts genoemd, omdat we toch wel een uitgesproken mening hebben over het vluchtelingenbeleid. En qua zorg zijn we toch wel redelijk links. Dus ik denk dat als je die twee tegen elkaar zet, dat we een redelijk goede middenpartij zouden kunnen zijn. Okay. Ja. Ja. Heb je daar last van dat mensen je soms als erg rechts benoemen? Nou, nee, want degene die dat doen, die zitten toch wel redelijk aan de linkse kant. En dat is goed, hè? Meningsverschillen moeten er zijn. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Last, ik weet niet. Ik denk het niet dat ik daar last van heb. Hoeveel kandidaat hebben jullie nu op de lijst staan? Of is die nog niet bekend op dit moment? Nee, de lijst op zich is nog niet bekend. Voor ons redelijk. Maar ik denk dat ik daar met ongeveer 10, 12 mensen nu wel redelijke versterking heb. En hetzelfde team wat ik nu al een hele tijd heb, waar we mee draaien. Ja, dat is gewoon een goede ploeg en die blijven gewoon ook bestaan. Het is ook belangrijk dat je weet als fractievoorzitter dat je een team achter je hebt waar je op kan vertrouwen. En ja, dat is al 12 jaar wel het geval. Hoe word je eigenlijk fractievoorzitter? Als ze je kiezen, dan ben je het. Ja, we zijn bijna aan het einde van de coalitie. De verkiezingen staan voor de deur, dat hebben we al benoemd. Waar ben je nou echt trots op? Waar ik wel van kan zeggen in de afgelopen periode dus, waar we heel trots op zijn, is dat we de jeugdboa's in het leven hebben kunnen roepen. Waar we ook trots op zijn, is dat op ons aandringen, en nu ook geregeld is, dat de senioren willen verhuizen. Dat die op dit moment in Zaanstad een verhuisvergoeding meekrijgen van 1.000 euro. En dat ze de huur die ze nu betalen meenemen naar een nieuwe woning. Want dat was waar wij eigenlijk altijd op aangedrongen hebben. Er moet een wethouder komen die oudere zaken gaat doen. Nou, dat heeft Songül nu opgepakt. En dit is wel een van de dingen waar we heel blij mee zijn dat op ons aandringen dat is gebeurd. En afgelopen 3 weken is Zaanstad een dementievriendelijke gemeente geworden. Naar aanleiding van een motie van de PVV, POV en de PvdA. Ja, dat is ook weer iets waar je trots op mag zijn. Ja, niet alleen wij als partij, maar ik denk ook gewoon de gemeente aan zich, want dat is goed. Vind je dat Zaankanters te weinig trots zijn op hun regio? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze best meer de positieve dingen kunnen zeggen. Ik snap het ook wel, hè, dat mensen lopen, want waar we het in het begin al over hadden. Ja, alles gaat richting Zaandam. En het rare is dat als je hier kijkt, dat er in de noordkant, dat het gewoon slecht geregeld is. En met de vorige verkiezingen was dat al. Ja, de Noord wordt elke keer vergeten. En als je dan zo'n terrein kijkt als waar wij nu zitten, is ideaal om dingen mee te doen. Want als je iemand vanuit Assendelft helemaal naar bijvoorbeeld het Hembrugterrein wil laten gaan. En die willen dat doen met het openbaar vervoer. Of ze willen het doen met de fiets. Nou, dan ga je met de fiets s'avonds daar langs. Ga je die kant op. Je komt langs heel veel plaatsen waar het niet verlicht is. Hartstikke onveilig. Dus ouders vinden het ook geen goed idee dat hun kinderen daarheen gaan. En het is ver. Ga eens met het openbaar vervoer. Openbaar vervoer in Zaanstad is echt super slecht. Als ik het vergelijk met Amersfoort, moeten we onze ogen uit onze kop schamen. Er rijdt geen eens een busje in West aan. Dus ja, We hadden het over dingen om trots op te zijn. Ik snap je punt. Waar kunnen we trots op zijn? Nou, wij kunnen trots zijn op het feit dat het zo'n ontzettende mooie stad is gebleven. Alleen je moet het niet verpesten met lelijke hoogbouw. Laat het ook een beetje zijn wat het is. En als je het overal het een beetje gelijkmatig verdeelt, hè, denk ik dat mensen ook met betrek ze erbij. Laat mensen beslissen wat er in hun omgeving moet gebeuren. Ga het niet voor ze bedenken. Dat hoeft helemaal niet. Dat hoeven we niet meer te doen. Dat deden we vroeger. Wij leggen het neer en daarna gaan we wachten wie die klaagt. Nee, laat mensen zelf komen. Laat ze met initiatieven komen en ga dat faciliteren. Dat is belangrijk. En daar kunnen ze best trots op zijn. Dat, ze zijn creatief in Zaanstad, hoor. Heel creatief.